Bij een aanrijding tussen een auto en een bromfiets gisteren is de 69-jarige bromfietser Samio Kriontani overleden. Een ongeval vond plaats op de kruising van de Suminta en de Abrikoosweg te Kommerwijnen. Beide bestuurders reden over de HI Sumintaweg met de bromfietser als voorrijder. Kriontani sloeg rechtsaf om de Abrikoosweg in te gaan, zonder voorrang te verlenen aan het rechtdoorgaand verkeer en werd door de auto aangereden. De bromfietser overleed ter plaatse. De autobestuurder werd onderworpen aan een blaastest. Hij blies 220 microgram, wat het maximaal toegestaande alcoholpromillage is. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De verkeersbarometer staat nu op 39.